Heb je hem stil? Vandaag is het maandag. Over een week zijn we al in Portugal. Ik denk dat ik er steeds meer klaar voor ben volgende week. Drie keuzes waarvan één best wel goed was. Ik wacht van hier omdat ze een hele goede prestatie gaan neerzetten. Ik gedraag me respectvol. Dat wil ik zien. Ik ben tevreden. We gaan 10 uur beginnen met de training in Den Bosch. Hoe ging je vandaag? Iedereen heeft vandaag weer lekker getraind. Zwaai, zwaai, doei, high five. We gaan vertrekken naar Guimarães. We wachten nu op de bus. Wel goede trampolines op zich. Zometeen gaan we nog een keer trainen en dan doe ik 1 verplicht, 1 keuze. En dan zit het er weer op voor vandaag. Vandaag is de eerste trainingsdag voor mijn eerste EK. Iedereen had koud water. Toen was de opening en Jackie en ik mochten de vlag dragen. Het is vandaag 9 april. We hebben vandaag eerste wedstrijddag, synchroon wedstrijd vanavond. Van tevoren had ik in Alkmaar al gezegd dat het doel tussen de 10e en 20e plek zou eindigen. Ik vond vandaag een hele geslaagde dag eigenlijk. Ja. Ze heeft 20 sprongen gedaan voor een eerste jeugd-EK. Vind ik dat ze het heel goed heeft gedaan en dat ze zeer tevreden mag zijn. Morgen is het aan mij om een wedstrijd te springen. Okay. Ik hoop het. Om met synchroon te eindigen met de flippers, dubbel flippers, foevoe. Als we tickets voor de European Games willen halen, moeten we een van de 3 landen verslaan. Griekenland, Bulgarije of Duitsland. Als we die hebben verslagen, dan hebben we een ticket.
Kom even, meteen. We gaan zo meteen vliegen. En ik heb wel zin om weer terug te gaan. Maar het was toch een leuke week.